dan toch zeg maar de procedurevergadering van de vaste commissie voor digitale zaken van donderdag 16 maart om 2023 openen. Op de agenda staan een aantal punten. En allereerst is bij de regeling van werkzaamheden een verzoek gekomen van mevrouw Katman. Mevrouw Katman is er op dit moment niet. En ik wilde maar voorstellen om te kijken of ze misschien toch nog op een later moment in de vergadering binnenkomt. Om net voordat we het besloten deel hebben dit punt nog aan de orde te stellen. En anders dan verschuift het naar de volgende vergadering. Dan agenda punt 2, de brievenlijst. Op de brievenlijst staat allereerst het verzoek van de autoriteit persoonsgegevens om een aanbieding van hun jaarverslag 2022 te organiseren via een openbaar gesprek. Kijk even naar de commissie. Zullen we hierop ingaan? Laat ik zo zeggen, niet als voorzitter zijnde, maar als lid van deze commissie wilde ik daar eigenlijk wel op ingaan. Ja? Ik zie instemming. En dan de vraag is nog april. Ik weet niet of dat gaat lukken gezien de agenda. En anders dan zou ik zeggen, mocht dat niet lukken qua tijd, om te vragen of het na het meireces zou kunnen. Dan is er gisteren ook nog, ik meen dat het tenminste gisteren was, en anders dan was het dinsdag, een nagezonde e-mail gekomen van het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een besloten briefing over een rapport in zaken de Europese digitale identiteit te organiseren voor 30 maart in verband met de publicatiedatum. Willen we daarop ingaan? Voorzitter, voor 30 maart, dat is vrij snel. Want na 30 maart komt er een publicatie. Ja, ik verwacht dus dat na 30 maart, kort na 30 maart, er een publicatiedatum is. Dus dat een besloten briefing heeft dan niet zoveel zin, want dan is die natuurlijk openbaar. De vraag die ik dan heb is dan hoe kort. En wat kunnen we daar dan mee? Als dat heel kort is, dat is dan wel even de vraag die ik heb. Ja. Dan kijk ik even naar mijn linkerkant. Hebben wij, kan dit überhaupt nog? Lukt dat? Nou, mevrouw Leijten heeft je de mail laten weten op dit verzoek dat zij het steunt. Dus laten we dan gaan kijken of in de randen van de dag nog een mogelijkheid wordt gevonden om deze besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer plaats te laten vinden. Dan nog even naar de, want dat zijn twee punten. We zijn er voor de rest voor de, op het punt van de brievenlijst. Er staan een aantal voorstellen daarover. Zijn daar nog naar aanleiding daarvan vragen of opmerkingen? Nee? Dan is hiermee volgens mij de brievenlijst en de punten die eruit voortkomen zijn besloten. Dan gaan we naar punt 3. Het WODC-onderzoek naleving van de AVG door overheden. Het voorstel is om dit te agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. Akkoord? Een vertaling Data Protection Impact Assessment en Human Rights Impact Assessment. Het voorstel daarvoor is het agenderen voor het commissiedebat informatiebeveiliging bij de overheid op 5 april 2023. Akkoord? Akkoord. Mooi dat er nog het aantal aanwezigen op dit moment verdubbeld is. Agenda punt 5, een reactie op de motie van het lid Bontebal, Cumsius, over een adviesaanvraag uitwerken voor de WRR over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën. Daarvan is een reactie gekomen van staatssecretaris Van Huffelen over de uitwerking daarvan. En ter bespreking is van wat we daarmee willen doen. In de nood staat dat we dit bijvoorbeeld zouden kunnen hernemen op de procedurevergadering van 19 april, omdat we op 13 april een rondetafelgesprek die nauw samenhangt met dit onderwerp.
zijn jullie met dit voorstel akkoord om het op 19 april dan deze brief te hernemen. Agenda punt 5. Nou, dan is het het besluit van de commissie om op 19 april deze brief wederom op te voeren. Agenda punt 6. Voortgang Digital Trust Center en CSIRT.DSP. Voorstel is het agenderen voor het commissiedebat Digitale Infrastructuur en Economie op 22 maart 2023. Akkoord? De commissie is akkoord. Agenda punt 7. Publicatie Wet Openbare Overheid besluit in zaken documenten over de hack bij IDware. Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat informatiebeveiliging bij de overheid op 5 april 2023. Akkoord. De commissie is akkoord. Agenda punt 8. Technische briefing landelijke crisisplan digitaal. Minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Jezielke Segerius, heeft het aanbod gedaan voor onze commissie voor een technische briefing over dit landelijke crisisplan. En de vraag is nu van willen we hierop, mevrouw Rakowski? Ja, eens graag. Fijn ook dat het aanbod er komt. En dan zou ik ook willen vragen of ze in de technische briefing ook een deel van analoge fallback opties willen meenemen. Maar dat was een toezegging van de minister in debat. Ik zie hem niet terug in het plan. Dus misschien kunnen ze daar in de technische briefing dan wat over vertellen. Dus wat gebeurt er als alles digitaal uitvalt? Kunnen we dan ook nog iets handmatig doen? Oké, en dat betekent dus dat we sowieso ingaan op het voorstel om hier een technische briefing te doen. En dat wij dan aan de dat wij verzoeken om daar het punt van mevrouw Rakowski van wat gebeurt er als alles uitvalt en in hoeverre kunnen we dan analoog doorgaan, zeg maar, als samenleving, dat we die nog toevoegen. Oké, en dan is het de vraag van wanneer willen we dit op dit aanbod ingaan, aangezien het logisch lijkt om sowieso het landelijk crisisplan digitaal te agenderen op het commissiedebat online veiligheid en cybersecurity, en dat is nog niet ingepland. Mevrouw Rakowski. Ja, dank. Volgens mij zouden we terug bij de volgende strategisch privé nog een soort overzicht krijgen. Het lijkt me sowieso goed als we het debat over online veiligheid voor het zomerreces weer ergens een keertje voeren. Maar dat laat ik dan even aan wanneer precies. En dan zou ik zeggen, nou, dat we dan een paar weken daarvoor dan die technische briefing hebben. Dus dan gaan we terugrekenen op het moment dat we de datum weten voor het commissiedebat online veiligheid en cybersecurity. Proberen we het een week of twee van tevoren dan de technische briefing te hebben. Kan het drie? Ja. Drie weken dan. Ja. Nou, volgens mij hebben we dan agenda punt 8 gehad. Dan gaan we naar Europa. En daar is mevrouw Katman. Ja. Nou, in ieder geval blij dat u er ook bent. We hebben wel besloten om, zeg maar, het punt wat u bij de regeling van werkzaamheden net voor het besloten deel nog te bespreken. Agenda punt 9. Stand van zaken implementatierichtlijnen in het vierde kwartaal 2022. Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord? Ik zie geknik. Agenda punt 10. Appreciatie aangehouden motie van het lid Omtzigt over een voorstel tot amenderende motie met de status van wetgeving in de Europawet. Betrekken bij de stemming over de motie van het lid Omtzigt. Mijn inziens heeft deze stemming al plaatsgevonden, dacht ik. Dat is dus niet zo. Het voorstel is om daarbij te betrekken. Op het moment dat de motie in stemming wordt gebracht. Akkoord? Akkoord. Agenda punt 11. De Raad van Europa, het verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Daar staan een aantal voorstellen en die wil ik eigenlijk punt voor punt even langs gaan. Allereerst is het voorstel om een schriftelijk overleg te agenderen na de reeds geplande technische briefing over het AI-verdrag op 30 maart 2023. Is de commissie daarmee akkoord? Ik zie geknik. Dan als inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van het schriftelijk overleg om dat vast te stellen op 6 april om 12 uur. Is de commissie daarmee akkoord? En dan is het
derde voorstel, en dat wijkt enigszins af nadat er contact is geweest. De commissie kan overwegen de bewindspersonen te verzoeken om de antwoorden voor 31 mei te ontvangen. Omdat wij inmiddels hebben vernomen dat de draftinggroep eerder aan de slag gaat dan eerder was voorzien. Dan gaan we vragen of het in ieder geval ruim voor 31 mei de antwoorden kunnen worden geleverd. Dan agenda punt 12. Voortgang onderhandelen dataverordening. Het voorstel, ook dat bepaald, zit in een paar delen. Allereerst het voorstel om het commissie de Telecomraad van 12 juni te plannen op 30 mei 2023. Dat is al gepland. Ja. Dat is al gepland? Ja. En dan de commissie kan daarnaast overwegen de minister schriftelijk te verzoeken in de geannoteerde agenda bij de Telecomraad specifiek in te gaan op twee gewenste verbeteringen waar het kabinet zich in de laatste fase van de onderhandelingen in de Raad en in de trilogen nog voor zal inzetten. En dan moeten we dat even overbrengen. Willen we dat? Ja. Dit willen we. Oké. Okay. Dan gaan we naar de planning van werkzaamheden, agenda punt 13. De planning van het commissiedebat desinformatie en online platformen. Wenst u dit commissiedebat in te plannen voor de zomer? En zo ja, welke bewindspersonen wenst u hiervoor uit te nodigen? Mevrouw Rajkowski. Ja, lijkt me goed om deze nog voor de zomer te hebben. Nu ook weer dit onderwerp als DISA zo hebben gekregen. Goed om te laten zien waar deze commissie voor, ervoor is. Ja, ik denk dat in ieder geval mevrouw Van Huffelen, staatssecretaris, goed is. Zo is ook de verdeling. Het lijkt, ja, en dan kunnen we het... Ik weet dat andere partijen ook misschien gevraagd hebben over mevrouw Hanke Bruinslot. Daar sta ik, ja, mag wel, mag niet. Dat sta ik een beetje, wat anderen daarvan vinden. Maar in ieder geval mevrouw Van Huffelen. Dank je wel, Rajkowski. Mevrouw Katman, heeft u daar nog gevoelens bij? Nee. Het punt is dat de navraag is gedaan als het gaat over alleen mevrouw Van Huffelen en we willen het voor de zomer, dan kan dat op 14 juni van 10 tot 1. Mocht we de beide bewindspersonen uitnodigen, dan is dat 29 juni. Ik begrijp wel dat we dus eigenlijk niet echt een voorkeur voor hebben. In ieder geval willen we mevrouw Van Huffelen spreken. Ja, dan zou ik toch willen voorstellen om in eerste instantie te kijken of we het daarmee af kunnen. Oké, 14 juni. Ja. Ja? En dan is misschien wel het belangrijk dat we zeker weten dat mevrouw Van Huffelen ook op alle vragen van de commissie heeft antwoord kan geven. Dan gaan we naar agenda punt 14. Een overzicht van de geplande commissieactiviteiten voor digitale zaken. Zijn daar nog vragen over? Dan wil ik hier in ieder geval bij aangeven dat wij al besloten hebben dat er een briefing komt voor van de Algemene Rekenkamer over de... En dan moet ik het even goed zeggen, de Europese digitale identiteit. En dat voor 30 maart zal plaatsvinden, dat wordt nog ingepland. Daarnaast komt er een aanbieding van het jaarverslag door de autoriteit persoonsgegevens. We kijken of dat nog in april kan. Mocht dat niet lukken, dan gaan we dat na het meireces inplannen. En er is ook dus nu net een technische briefing voor het landelijke crisisplan afgesproken om dat 3 weken te hebben voordat we het commissiedebat online veiligheid hebben. En we krijgen zometeen nog een gesprek over de masterclass ChatGPT. Daarvoor is ook volgens mij het idee om dat in april te hebben, maar dat bespreken we zometeen in het besloten deel. Daarnaast hebben we zometeen nog het verzoek van mevrouw Katman en dat we deze informatie in online platformen, die moet op worden ingepland. Dan is volgens mij hiermee het overzicht totaal bij agenda punt 14. Agenda punt 15, roep dat nog op tot bespreekpunten. Dan bij de rondvraag, er zijn geen agendapunten ingeleverd. Nog verder... punten die hierbij komen, dan zou ik terug willen naar agenda punt 1 van de vergadering, bij de regeling van werkzaamheden. Mevrouw Katman die had verzocht om een rondetafelgesprek in zaken digitalisering en duurzaamheid in te plannen, of tenminste te organiseren. Dus de allereerste vraag is, vinden we dit een goed idee? En het tweede voorstel, als daar het antwoord ja op is, wie gaat de voorbereidingsgroep vormen? Allereerst
Vinden we dit een goed idee? Toelichting. Volgens mij was het bij de voorjaarsnota dat er ook een motie kamerbreed is aangenomen. Nou, niet helemaal unaniem, maar wel heel breed is aangenomen over een integraal plan vanuit het kabinet over digitalisering en duurzaamheid. Dat integrale plan laat nog wel op zich wachten. Ondertussen roert zich wel de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. En het heeft eigenlijk allemaal te maken met hoe richten we ook onze infrastructuur in? Wat doen we met data? En eerst moeten wij ook nog even heel goed in de vingers krijgen, in Den Haag eigenlijk. Wat omvat het allemaal? Waar zitten onze blinde vlekken? En vooral, wat is de rol van de overheid? Want ik vind het wel belangrijk om het daarop toe te spitsen. Van wat zijn dan de blinde vlekken in regelgeving, in wat wij hier in Den Haag nog moeten bijpassen om dat integrale plan überhaupt te kunnen maken. En dat gaat dan ook wel over overheidshandelen. En daarom lijkt mij heel zinvol om een ronde tafel te organiseren om daar eigenlijk de experts ons te laten vertellen waar die blinde vlekken zitten. Mevrouw Rakowski. Ja, dank. Steun. Ik denk ook gewoon zoals gebruikelijk. Maar dit is wel, in Europa zie je wel de twin transitions. Dus mooi om die bij elkaar bij de kop te pakken. Wat ik als suggestie nog mee zou willen geven, maar ik zie wel waar de voorbereidingsgroep mee komt, is ook duurzame cloudgebruik. Dat vind ik ook wel een interessante zijn. Ook omdat we in Nederland en in Europa heel veel mooie initiatieven hebben in bijvoorbeeld in de start-up sector. Waar we denk ik misschien wat moois mee kunnen voor de Europese markt. Ik zie in ieder geval instemming in de commissie om de ronde tafel te organiseren. Vanuit mijzelf nog wel twee vragen. Mevrouw Katman had het erover van ja, er is een motie aangenomen en de uitwerking laat nog op zich wachten. Dus ik begrijp dat het voorstel van mevrouw Katman is om daar niet op te wachten hoe dat zich uitwerkt, maar daar separaat in ieder geval hier rond de tafel over te organiseren. Klopt dat? Het is ook bedoeld als dadelijk die uitwerking komt, dat wij daar ook beter op kunnen reageren. Omdat wij dan eigenlijk ook beter equipped zijn met kennis om daar een goede reactie op te geven als commissie. Helder. En het andere punt is, het is al best druk. Is er een bepaalde datum die mevrouw Katman in haar hoofd heeft wanneer we dit zouden moeten laten plaatsvinden? Ja, ik ben dan toch altijd van het liefst zo snel mogelijk, maar dat is hier gewoon onmogelijk. Maar ik denk wel dat we dit voor het zomerreces moeten doen. Voor het zomerreces, dan kijk ik even naar... we gaan weer ons best doen. Nee, politiek is sowieso een week erg lang. Dan is volgens mij het vervolgpunt, wat ik in ieder geval nog wel zou willen vragen, de uitkomsten daarvan, hoe willen we die verder een plek gaan geven? Het is volgens mij inderdaad een motie die bij de voorjaarsnota of zo een plek heeft gehad. Daarna hebben we rond het tafelgesprek, daar komt een uitkomst, er komt ook een uitkomst van de motie. Heeft mevrouw Katman al een idee van waar we de uitkomsten daarvan, bij wijze van spreken, nog een keer kunnen bediscussiëren? Maar ik denk dat ik dan wel eerst goed voor ogen moet hebben wanneer het kabinet, dat zou ik graag willen weten, van plan is om met dat integrale plan te komen. Want het lijkt me eigenlijk wel het mooiste om dat dan een beetje te combineren. En niet dat we nog twee debatten gaan voeren. Dat we eerst al een debat gaan voeren, dan dat integrale plan. Het is wel een beetje afhankelijk van de tijdlijn van het kabinet, wanneer zij van plan zijn om daarmee te komen. En als dat nog heel lang duurt, dan kunnen we wel al vragen, wat zit er dan wel in de pijplijn? Wat we zouden kunnen bediscussiëren dan al met elkaar. Zodat we wel vaart blijven maken op dit onderwerp. Zouden we richting het kabinet in ieder geval kunnen informeren of zij misschien een tijdlijn hebben van wanneer zij denken dat plan naar de Kamer gaat komen? Dan is volgens mij de laatste vraag dat u denkt dat mevrouw Katman best fijn vindt om het samen met iemand een voorbereidingsgroep te vormen. Zijn er mensen die daar zeggen van ja, dat wil ik graag doen? Dan biedt de voorzitter zichzelf aan om als dat een... Dan hebben we hiermee volgens mij alle punten voor het openbare deel afgerond.
Dus dan moeten we even wachten tot wij